Dagelijks gebeuren overal in Nederland ongelukken. Achter ieder ongeluk gaan verhalen schuil. Verhalen van mensen die elkaar veelal niet kenden, maar door een noodlottige confrontatie opeens veel met elkaar te maken kregen. De ongelukken zijn waar gebeurd, zorgvuldig gereconstrueerd en de betrokkenen hebben zo mogelijk meegewerkt aan de reconstructie. Vooral om anderen te laten zien hoe een heleboel leed voorkomen had kunnen worden. Er gebeuren in Nederland elk jaar veel bedrijfsongelukken. En er vallen slachtoffers door onverantwoord gedrag, ondeskundigheid of gewoon domme pech. Of door al die dingen tegelijk. De 17-jarige Felix heeft een vakantiebaantje in een fabriek. Dat is dezelfde fabriek als waar zijn inmiddels overleden vader jaren heeft gewerkt. Op je werk moet je altijd je hersens gebruiken. Goed opletten en je zeker nooit laten opfokken. Plezier op je werk. Ja, leuk. Hoort wat, zeg. Ik heb helemaal geen zin in. Nee. Hey, de achterdeur. Ja, de toch? Achterdeur. Ja, ja. Okay. Dag, schatje. Schiet je een beetje op? Ja. Voor je het weet ben je te laat. Ik haal het makkelijk. Ga zelf, dat is jouw idee. Nou, jij wou toch werken? Nou, ik heb vakantie. Het gezeik. Wie weet wie je allemaal tegenkomt. Waarschijnlijk net zulke sukkels als ik. Je vader heeft er anders ook gewerkt. Waarom moet jij toch altijd zo negatief zijn? Waarom moet je toch altijd zo negatief zijn? Je zult het vast heel leuk vinden. Ik weet nog de eerste keer dat je vader... Ja, 8 uur achter een lopende band. Kostelijk, man. Kostelijk. Mopper, mopper, mopper. Hm? Kijk eens. Is nog van je vader geweest. Kaas en boterhammenworst. Vind je toch zo lekker? Hm? Ja, bedankt. Felix, kijk je wel een beetje uit? Wat bedoel je? Nou, kan nog wel eens grof toegaan op zo'n fabriek. Dat je niet met je hand tussen de snijmachine kon, bedoel ik. Ja. Mam, ga nou maar weer naar binnen. Straks ziet iemand ons nog. Succes! I've got the power. I've got the power.
Zo, hè. Kikkerding. Afblijven, Klojo. Ik ben Felix Huizie. Ik kom via het uitzendbureau. Oh, je bent een nieuwe. Nou, ik ben je chef. Kom maar mee. Gave motor heeft hij. Je bent te laat, lul. Ja, sorry, hoor. Kom op, deze machine, hier wordt het papier geniet en gevouwen. Komt hier eruit, ja? Oké, okay, kom mee. Wil je het even ondertekenen? Hallo. Nou, kom op. Dus, en het blijft met alles heel voorzichtig, hè? Nou, haast ik, kom op, dan gaan we verder. Gaan we naar de volgende. Let op, hè. Deze doet in principe hetzelfde. Wat even leuk om te vertellen. Die is al 25 jaar oud en hoewel deze moderner is, kun je daar nog dingen op doen die deze helemaal niet kent. Begrijp je wel? Daarom hebben we die er nog steeds bij. 25 jaar oud is die. Nou, hier gebeurt het allemaal. Nou, die papieren die gaan allemaal in dozen. Ja. En verderop staan mensen, die plakken die dozen dicht en zetten ze op een pallet. Ja? Nou, dan komt er een gozer langs als die pallet vol is en neemt hem mee. Zo simpel is het, ja? Ja, dat moet het doen zijn, denk ik. En niet vergeten om die papieren te pakken, anders krijg ik niet chaos, ja? Oké, okay, meneer. Wolfgang. Wat? Ik heet Wolfgang. Nou, kom op, jongen, aan de slag. Hey, jongen, hoe heet jij? Weet niet. Nou, bij de hand. Veel plezier in de lopende band, ja? Wat en? Hoe was het? En wat denk je? Ja, ik weet het niet. Verschrikkelijk natuurlijk. Veel moeten barsten. Ik zit de hele dag achter de lopende banden papierwerk te staren. Je vader zou trots op je zijn. Ja, mijn vader is 5 jaar geleden gecremeerd. Een gehaktballetje. Hang out, eat dinner, watch TV, entertain, relax. Oh ja, er heeft nog een meisje voor je gebeld. Ene Lily of Linda. Nee, Lily. Ze vroeg waar je werkte. Nou, dat heb ik verteld. Hm. Ik ga naar boven. Ik heb pijn in mijn rug. Moet je geen vla? Vla is voor watjes. Felix? Ja. Ik hou van je, jongen. Dat weet ik nog. Dat mag ik toch wel zeggen? Ja, tuurlijk. Fijn. Mama, take this I can't use it anymore. It's getting dark to say. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, 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 yeah. Je bent gek, man. Waarom ben je hier naartoe gekomen? En waarom bel je me niet terug, man? Nou, ik was moe. En ik had je al gezegd dat je naar mijn huis moest bellen, want mijn moeder die... Ah, nou toch eens op af, je moeder. Hé, ik ben er nu toch? Je begrijpt me niet. Ze is alleen en sinds vader weg is... Ja, maar dat is jouw verantwoordelijkheid, toch niet? Laten we lekker met z'n tweeën samen slapen vannacht. Het kan niet. Durf je niet. Heel lil, doe niet zo flauw. Je weet dat ik morgen moet werken aan de lopende band. Oh, geld ja. Verdienen. Geld aan de lopende band. Hé, hey, krijg ik dan een cadeautje van je? Nou, misschien. Oh, je bent een schat. Jij ook. Maar ik moet nu echt gaan slapen. Oké? Okay. Nou, oké. Maar dan zie ik je wel morgen. Nee, echt niet. We hadden afgesproken voor zaterdag. Ja? Nee. Dag, schat. Dag. Zo, slomen. Ben je er weer?
Dat is zeldzaam, dat studiekop, als jij naar de eerste dag nog terugkomt. Dan liggen meestal te janken bij moedertje. Ik heb liever niet dat je me sloom noemt, kleintje. Simon de Wit. Ach, nou. Felix Huizen. Nou, kom, we zoeken de zon op. We zoeken er wat? Naar buiten, Kees. Dus die vrouw die rent naar boven, waarop die oude trombone zegt... Nee, ik ken vandaag niet, want mijn ventieltje zit verstopt. Hé, hey, jongens, hebben jullie dit al gezien? Zou ze ook een joekels maar elke dag naast je hebben, hé? Ach, nee, man. Dik hangen alleen maar in de weg. Ja, ik ben er nog een beetje bij. Je ziet, hoor. Hey. Nou, wat slomen, vier jaar ervan. Hé, hey, we moeten wel een beetje serieus blijven. Lees dat soort blaadjes niet. Felix! Jezus, Lily, wat doe jij hier? Ja, wat ik hier doe? Ik hou er niet van om midden in de nacht weggestuurd te worden. Hé, hey, slomen! Is het jouw vriendin? Poes, 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 poes. Ik had het echt niet achter hem gezocht, hé. Echt niet. Mag hier even lenen, studentje? Zeg dat ze hun kop houden, Felix. Lily, ik kan nu niet. Ik heb geen tijd. Ik ben aan het werk. Ik bel je echt. Oh ja, net als gisteren zeker, hè? Zak! Lily, ze maakte maar een grapje. Je begrijpt niet dat ze hier... Nee, ik begrijp je moeder niet, ik begrijp je collega's niet en ik begrijp jou niet, oké? Okay? Weet je wat jij kan doen? Je kan de stront inzakken. Het is afgelopen, Felix. Afgelopen uit. Lily! Lily! Shit! I try and feel the sunshine. You bring the rain. Ach, man. Wijven. Wat weet jij er nou van? Genoeg. Mijn vriendin heeft me ook net laten zitten. Vorige week vrijdag. Had opeens een ander. Een knoflookvreter, nota bene. Wat? Een Fransman. Ja, jongen. Het is niet gemakkelijk in je eentje, maar het maakt een man sterk. Ja, het zal wel. Goed ding, hè. Ik wil later voorman worden. Hoef je geen fuck te doen, kan je na een tijdje ook zo'n ding kopen en dan komen de vrouwen vanzelf. Ja, tuurlijk. Dat ding zit goed, man. Moet je dat zadel zien? Simon, als de voorman dit ziet, vermoordt hij je. Ach, wat. Ik sla hem zo op zijn smoel. De Wit! Eraf! En over 5 minuten op mijn kantoor, ja? Oké, oké. Weet je, huppakee. Hé, hey, Slomer! Ja! Luister. Van mijn motor blijf je af. Altijd. Of ik stel je voor, even in elkaar. Vat je het een beetje, de Wit? Ja. Maar ja. Felix zei tegen mij dat ik niet durfde, dat ik het lef niet had om op die motor te gaan zitten. Felix? Ja. Was zijn idee. Ik wilde niet. Nou, het spijt me heel erg. Kan ik het goed maken? Nou, sorry. Ja, ja, het is goed. Sodomiet er maar op. Oh ja. Nog iets. Ik kan niet goed opschieten met mijn werk. Die huizing loopt onwijs achter. Volgens mij zit hij te pitten of zo, Felix. Dat is maar een tip. Ga nou maar. Ik word doodziek van die kop van je. Sorry, ik heb mijn ogen even dicht gedaan. Ik moet nog wennen, al het papier. Als je eventjes zo'n geld kan verdienen, ga je beter rondom mijn huis. Ja, het spijt me. Ik blijf toch ook wakker? Ik zeg toch sorry. Nou, je hebt geluk. Misschien nog wel tijdelijk stop te zetten om nieuwe spullen aan te maken. Gelukkig. Hoe is het mee? Dus dat geeft jou een mooie tijd om mijn motor te poetsen. Oké, dan. Maar luister goed. Eén krasje, ik trek je kop van je rond. Ja, natuurlijk. Ja, vroeger vond je het zo lekker. Ja, vroeger vond ik de fabeltjeskrant en Pieper de Clown ook leuk, maar ik ben 17. Weet je nog? Nou, dat is toch zonde. Een hele stapel. Oké. Ik neem er zo wel een. Wat is er nou toch, Felixje? Ik heet Felix, ma. Maar waarom ben je nou zo chagrijnig? Hebben ze je gepest of zo? Hebben ze je gepest of zo? Nee, natuurlijk niet. Ik laat me niet pesten. Heb jij een praatprogramma gekeken? Is het misschien iets met je brommer? Mens, doe niet zo debiel. Zeg, zo praat jij niet tegen je moeder. Mij kan je toch alles vertellen?
Ja. En dan kun jij het zeker aan iedereen doorlullen die je naartoe belt. Wat bedoel je? Is het soms een meisje? Ja, het is een meisje, ja. En jij hebt dat meisje verteld waar ik werk. Daarom ben ik gigantisch afgegaan. Hoe dat zo? Ja, ze heeft het uitgemaakt waar iedereen bij stond. Uitgemaakt? Ik wist niet eens dat jij een vriendin had. Waarom vertel je dat nou niet? Ach, gewoon. Ik dacht dat jij dat niet leuk zou vinden. Ik bedoel, je bent alleen en... Schatje toch. Neem jij nou maar een lekkere pannenkoek met veel stroop. Weet je wat ik vandaag moest doen? Een joekel van een motor poetsen. Van de voorman. Er mocht geen krasje opkomen. En morgen? Wat ga je morgen doen? Diezelfde motor poetsen. Hij is nog niet af. Nou zeg, dat is een lekker baantje. Oh shit! God. Hey Felix. Promotie? Ga jij nou maar bij je pellet, slijmpijper? Ah, wat nou? Ik kan alles met dit ding. Moet jij eens kijken, hè? Shit! Hey! Kan ik jullie geen moment alleen laten, stelletje dievenslaaiers? Oké, de wit, kom maar af. En raad die troepen op de wit. En straks gewoon weer achter de band, ja? Ja, Felix! En jij, Huizing, over 5 minuutjes op mijn kantoor. Zak? Ja, mee. Tuurlijk. Knap gedaan, de wit. Smolhouden, slomen. Is toch leuk werk, hè? Volop afwisseling, steeds weer ander papier. Ik zeg toch dat je je bek moet houden? Huh? Ik moet even naar de voorman, Simon. Ja? Pak jou nog, jongen. Pak jou nog. Zo, Felix. Jij doet toch Atheneum, ja? Nou, dan kan jij vast op een vorkheft rijden. En Simon? Simon gaat voorlopig even dozen tellen. Nou, wil je het doen of niet? Anders vraag ik dan van de weg. Moet ik daar geen diploma voor hebben? Wel, nee. Ja, officieel wel. Maar jij kan het zo ook wel. Hm? Daar hoef jij geen diploma voor te hebben. Jij hebt hersens, jongen. Ja. Nou, dan zie ik je morgen en dan leg ik je wel uit. Okay. Nou, net op. Omhoog. Ja. Los. Naar beneden. Ja. Ja. Achterover. Voorover. Ja? Ja. Nou, kijk. De koppeling. Ja. Dat is het rempedaal. Gaspedaal. Dat is de rem. Dat is het rempedaal, ja. Zo, Simon. Lekker bezig. Heb je me nou geflikt, man? Dat is mijn baantje. Ach ja, sommige mensen krijgen snel promotie, hè? Wel moeilijk, hè, rijden op zo'n ding. Hoe bedoel je? Nou, de manier waarop jij ermee omgaat. Net een bejaarde op een karretje op straat. Is traag slomen, erg traag. Wat nou traag? Ik wil me er niet mee bemoeien, maar op deze manier ben je volgend jaar nog niet klaar met je werk. Ik zet deze pallet nog even bij. Nou, zet hem op, slomen. Zullen jullie de schildpad rijdt hier weg, dames en heren? Opzij, opzij! Spuit! Het kleine jongetje. Nee, dan ga ik liever zelf naar. Dus. Nou, zet je in. 5 gulden. Nou kijk, ik ga met je mee. Hé, hey, en bedankt. Ja, zo. En gefeliciteerd. Wat is je nieuw aan het doen? Oefenen. Ja, ja. Nou, wat zit je nou in? Hetzelfde, meneer. Kom op. Nee, de wit. Jij niet. Dan wordt hier niet met kinderen gekaart, ja? Jongens. Hey, Gijs.
beginnen op te komen. We kunnen hier rijden, man. Shit! Nou, bel nou een ziekenwagen! Felix nam één bocht te veel. Hij zal voorlopig geen enkele bocht meer kunnen nemen. Als een vorkheftruc omvalt, is eruit springen het slechtste dat je kan doen. Blijf zitten, want je wordt beschermd door een stalen kooi. Het is nog maar de vraag of Felix ooit weer normaal zal kunnen gaan lopen. Maar niet alleen Felix zat fout. De voorman had nooit mogen beslissen om de vorkheftruc te laten besturen door een minderjarig en zo onervaren iemand. Dat is dus dubbel fout. En dubbel fout is in dit geval een verpest leven. Dat je niet met je hand tussen de snijmachine komt, bedoel ik. Ja. Mam, ga nou maar weer naar binnen. Straks ziet de man ons nog. Succes! Afblijven, Klojo. Ik ben Felix Huizing. Ik kom via het uitzendbureau. Oh, je bent een nieuwe. Nou, ik ben je chef. Kom maar mee. Gave motor heeft hij. Je bent te laat, lul. Ja, sorry hoor. Kom op, deze machine hier wordt het papier geniet en gefaald. Komt hier eruit, ja? Oké, okay, kom mee. Wil je de tape ondertekenen? Hallo. Nou, kom op. Dus, en het blijft met alles heel voorzichtig, hè? Nou, Huizing, kom op, dan gaan we verder. Gaan we naar de volgende. Let op, hè? Deze doet in principe hetzelfde. Wat even leuk om te vertellen. Die is al 25 jaar oud. En hoewel deze moderner is, kun je daar nog dingen op doen die deze helemaal niet kent. Begrijp je wel? Daarom hebben we die er nog steeds bij. 25 jaar oud is die. Nou, hier gebeurt het allemaal. Ja, die papieren die gaan allemaal in dozen. Ja. En verderop staan mensen, die plakken die dozen dicht en zetten ze op een pallet. Ja. Ja? Nou, dan komt er een gozer langs als die pallet vol is en neemt hem mee. Zo simpel is het, ja? Ja, dat moet te doen zijn, denk ik. En niet vergeten om die papieren te pakken, anders krijg ik niet chaos, ja? Oké, meneer. Wolfgang. Wat? Ik heet Wolfgang. Nou, kom op, jongen, aan de slag. Hoe heet jij? Felix. Nou, bij de hand. Veel plezier in de lopende band. Ja? Jongen, hoe heet jij? Felix. Nou, bij de hand. Veel plezier in de lopende band. Ja? Van me.
het. En wat denk je? Ja, ik weet het niet. Verschrikkelijk natuurlijk. Veel moeten barsten. Ik zit de hele dag achter de lopende banden papierwerk te staren. Je vader zou trots op je zijn. Ja, mijn vader is 5 jaar geleden gecremeerd. Een gehaktballetje. Oh ja, er heeft nog een meisje voor je gebeld. Ene Lily of Linda. Nee, Lily. Ze vroeg waar je werkte. Nou, dat heb ik verteld. Ik ga naar boven. Ik heb pijn in mijn rug. Moet je geen vla? Vla is voor watjes. Felix? Ja. Ik hou van je, jongen. Dat weet ik nog. Dat mag ik toch wel zeggen? Ja, tuurlijk. Fijn. Mama, take this bad for me. I can't use it anymore. Getting dark, too dark to say. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, 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 yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Je bent gek, man. Waarom ben je hier naartoe gekomen? En waarom bel je me niet terug, man? Ah, ik was moe. En ik had je al gezegd dat je naar mijn huis moest bellen, want mijn moeder die... Ah, nou toch eens op af, je moeder. Nee, ik ben er nu toch? Je begrijpt me niet. Ze is alleen en sinds vader weg is... Ja, maar dat is jouw verantwoordelijkheid, toch niet? Laten we lekker met z'n tweeën samen slapen vannacht. Nee? Het kan niet. Durf je niet? Heel lil, doe niet zo flauw. Je weet dat ik morgen moet werken aan de lopende band. Oh, geld ja. Verdienen. Geld aan de lopende band. Hey, krijg ik dan een cadeautje van je? Nou, misschien. Oh, je bent een schat. Jij ook. Maar ik moet nu echt gaan slapen. Oké? Nou, oké. Maar dan zie ik je wel morgen. Nee, echt niet. We hadden afgesproken voor zaterdag. Ja? Nee. Nou, net op. Omhoog. Ja. Los. Naar beneden. Ja. Ja. Achterover. Voorover. Ja? Ja. Nou, kijk. De koppeling. Ja. Dat is het rempedaal. Gaspedaal. Dat is de rem. Dat is het rempedaal, ja. Zo, Simon. Lekker bezig. Heb je me nou geflikt, man? Dat is mijn baantje. Ach ja, sommige mensen krijgen snel promotie, hè? Wel moeilijk, hè, rijden op zo'n ding. Hoe bedoel je? Nou, de manier waarop jij ermee omgaat. Net een bejaarde op een karretje op straat. Is traag slomen, erg traag. Wat nou traag? Ik wil me er niet mee bemoeien, maar op deze manier ben je volgend jaar nog niet klaar met je werk. Ik zet deze pallet nog even bij. Nou, zet hem op, slomen. Zullen jullie de schildpadder uit je weg, dames en heren? Opzij, opzij! Spuit! Een kleine jongetje. Nee, dan ga ik liever zelf naar dus. Nou, zet je in. 5 gulden. Nou kijk, ik ga met je mee. Hé, hey, en bedankt. Ja, zo. En gefeliciteerd. Wat is er nieuw aan het doen? Oefenen. Ja, ja. Nou, wat zit je nou in? Hetzelfde, meneer. Kom op. Nee, de wit. Jij niet, dan wordt hij niet met kinderen gekaart, ja? Jongens. Hey, Fijn. Ja,
Geen opgeefkop! Wat kan hier rijden, man? Alleen maar in de weg. Ja, ik ben er een beetje geïnteresseerd hoor. Nou, slomen, vier jaar ervan. Nee, we moeten wel een beetje serieus blijven. Lees dat soort blaadjes niet. Felix! Jezus, Lily, wat doe jij hier? Ja, wat ik hier doe? Ik hou er niet van om midden in de nacht weggestuurd te worden. Hé, hey, slomen! Is het jouw vriendin? Poes, 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 poes. Ik had het echt niet achter hem gezocht, hé. Echt niet. Mag ik hier even lenen, studentje? Zeg dat ze hun kop houden, Felix! Lily, ik kan nu niet. Ik heb geen tijd. Ik ben aan het werk. Ik bel je echt. Oh ja, net als gisteren zeker, hè? Zak! Lily, ze maakte maar een grapje. Je begrijpt niet dat ze hier... Nee, ik begrijp je moeder niet, ik begrijp je collega's niet en ik begrijp jou niet, oké? Okay? Weet je wat jij kan doen? Je kan de stront inzakken. Het is afgelopen, Felix. Afgelopen uit. Lily! Lily! Shit! Ach, man. Wijven. Wat weet jij er nou van? Genoeg. Mijn vriendin heeft me ook net laten zitten. Vorige week vrijdag. Had opeens een ander. Een knoflookvreter, notabene. Wat? Een Fransman. Ja, jongen. Is niet gemakkelijk in je eentje, maar het maakt een man sterk. Ja, het zal wel. Goed ding, hè. Ik wil later voorman worden. Hoef je geen fuck te doen. Kan je na een tijdje ook zo'n ding kopen en dan komen de vrouwen vanzelf. Ja, tuurlijk. Dat ding zit goed, man. Moet je dat zadel zien? Simon, als de voorman dit ziet, vermoordt hij. Ja, wat? Ik sla hem zo op zijn smoel. De Wiert! Deur af en over 5 minuten op mijn kantoor, ja? Oké, okay, oké. Okay. Weet je, huppakee. Hé, hey, slomen! Ja! Luister, van mijn motor blijf je af, altijd. Of ik sla je voorgevel in elkaar. Vat je het een beetje, de Wit? Ja, maar ja, Felix zei tegen mij dat ik niet durfde, dat ik het lef niet had om op die motor te gaan zitten. Felix? Ja, was zijn idee, ik wilde niet. Nou, het spijt me heel erg. Kan ik het goed maken? Nou, sorry. Ja, ja, het is goed. Sodomiet er maar op. Oh ja. Nog iets. Ik kan niet goed opschieten met mijn werk. Die huizing loopt onwijs achter. Volgens mij zit hij te pitten of zo, Felix. Dat is maar een tip. Ga nou maar. Ik word doodziek van die kop van je. Oh ja, er heeft nog een meisje voor je gebeld. Ene Lily of Linda. Nee, Lily. Ze vroeg waar je werkte. Nou, dat heb ik verteld. Ik ga naar boven. Ik heb pijn in mijn rug. Moet je geen vla? Vla is voor watjes. Felix? Ja. Ik hou van je, jongen. Dat weet ik nog. Dat mag ik toch wel zeggen? Ja, tuurlijk. Fijn. Mama, take this bad for me. I can't use it anymore. Getting dark, too dark to say. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, 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 yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Je bent gek, man. Waarom ben je hier naartoe gekomen? Ja, waarom bel je me niet terug, man? Ah, ik was moe. En ik had je al gezegd dat je naar mijn huis moest bellen, want mijn moeder die... Ah, nou toch eens op af, je moeder. Hé, hey, ik ben er nu toch? Je begrijpt me niet. Ze is alleen en sinds vader weg is... Ja, maar dat is jouw verantwoordelijkheid, toch niet?
Laten we lekker met z'n tweeën samen slapen vannacht. Nee? Het kan niet. Durf je niet? Hey, Lil, doe niet zo flauw. Je weet dat ik morgen moet werken aan de lopende band. Oh, geld ja. verdienen. Geld aan de lopende band. Hey, krijg ik dan een cadeautje van je? Nou, misschien. Oh, je bent een schat. Jij ook. Maar ik moet nu echt gaan slapen. Oké? Nou, oké. Wanneer zie ik je wel morgen? Nee, echt niet. We hadden afgesproken voor zaterdag. Ja? Nee. Dag, schat. Dag. Zo, Slomen. Ben je er weer? Dat is zeldzaam, dat studiekop als jij naar de eerste dag nog terugkomt. Er liggen meestal te janken bij moedertje. Ik heb liever niet dat je me Slomen noemt, kwijntje. Simon de Wit. Ach, nou. Welix huizen. Nou.